Ja, ik denk dat als je de sport beleeft, de zaalvoetbal sport beleeft, en je komt eens een keer in de sporthal kom je kijken, dan zul je zien dat het zo intens gaat. Dat moet je eigenlijk ervaren. En op het moment dat je dat ervaart, zul je verliefd worden op het spelletje zaalvoetbal. Om de sport zoveel mogelijk te professionaliseren, denk ik dat we wat achterlopen in vergelijking met de toplanden uit Europa. En ik denk dat we, als wij willen aansluiten bij die toplanden, dat we meer moeten gaan trainen. En dat geldt voor FC Eindhoven, maar ook voor alle andere clubs uit de Eredivisie. En zo zouden we aan kunnen haken bij de Europese toplanden. We zijn 5 keer landskampioen geweest, 4 keer de KNVB-beker, 4 keer de Supercup, 1 keer de Benecup, de bekerwinnaars van België tegen de bekerwinnaar van Nederland. En we zijn 5 keer hebben voor de Champions League gespeeld, waarvan we 2 keer door zijn gedrongen tot de laatste 16 van Europa. We zijn een aantal jaar geleden begonnen een navolging van FC Barcelona om zowel de jeugd in de zaal als op het veld te laten spelen. Daar zijn wij in Nederland uniek in. We hebben 4-tal spelers die in de zaal, maar ook op het veld naar het eerste zijn doorgedrongen. Dus al met al heel succesvol om te zien. Als je kijkt naar de intensiteit van het zaalvoetbal ten opzichte van het veldvoetbal, de handelingssnelheid ligt veel hoger. Het is veel spectaculairder als het veldvoetbal. Alleen het enige grote verschil is denk ik dat er minder media-aandacht is. Op het moment dat er meer media-aandacht is, dan zul je zien dat de sport ook sneller zal gaan groeien. Ik zou jullie allemaal graag uit willen nodigen om een keer een topavond te beleven in het Indoor Sportcentrum Eindhoven, waar wij onze thuiswedstrijden spelen. Dan kunnen wij aan jullie laten zien dat het een topsport is en hoe wij het beleven op een professionele manier. Dus be there.